Fijn dat jullie er allemaal zijn. Het goede nieuws is, we houden het sowieso droog. Tenminste, ik hou het droog en jullie waarschijnlijk ook. En ik speel zonder pauze en ik ga het proberen zo snel mogelijk allemaal doorheen te jagen, zodat we voor de regen aan het bier zitten. Dat lijkt mij de beste. En sowieso, je zit hier vanavond, dus je hoeft niet naar het Nederlands elftal te kijken. Dat is ook wel een pluspunt natuurlijk. En verder ga ik, kom er lekker bij zitten. Ik ga niet de hele tijd tegen iedereen zeggen, kom erbij zitten. Want er komen natuurlijk gewoon mensen, daar ben ik niet gewend. Hè? Dat mensen gewoon nog binnenkomen lopen. Meestal gaan ze weg. Nee, maar meestal... In Groningen bijvoorbeeld. In Groningen komt een heel groot complex met enorme ruimtes vol met harde schijven. Om alles te kunnen bewaren wat wij doen. He, ze waren op zoek naar plekken waar ze stabiel ondergronds konden bouwen. Nou, dat is Groningen maar dan. En dan zijn ze dat nu allemaal aan het opzetten. Nee, maar dat is een bizar idee. Dat alles wel... Als er iets van ons gaat overblijven, dan zijn het straks kelders vol met data. Weet je, wat voor de Egyptenaren de piramides waren. Dat zijn voor ons de kelders van Google. He, als onze beschaving straks verdwenen is... En een watersnoodstijging, waterspiegel stijgt en hongersnood en voedselrellen en burgeroorlogen, epidemie, nou, alles gaat mis en we zijn allemaal dood, allemaal verdwenen op één klein clubje na, ergens diep in het Amazonewoud, zo'n inheemse stam die dan nooit contact had met de buitenwereld, weet je wel, die hebben het dan overleefd en die komen op een gegeven moment tot het bos uit en die gaan een nieuwe beschaving beginnen, die gaan het vuur uitvinden, die gaan het wiel opnieuw uitvinden, die gaan bootjes bouwen en op een dag varen ze de grote oceaan over. En ze komen in Groningen. Want daar kom je dan.